Hier stroopt regelmatig het verkeer op vanwege file op de N3. Als hulpdiensten daar vastlopen en er dan achter komen dat ze de wijk niet in kunnen en dan terug moeten via de Copernicusweg, Schenkeldijk, Wilderigse Zeedijk, voordat ze dan eindelijk de wijk een keer bereikt hebben en een van de nooduitgangen kunnen openen, dan zijn we zo weer 20 minuten verder en dan is er misschien wel een ramp geschied hier. Daar zijn de bewoners van de Wilgewende eigenlijk al vanaf het moment dat ze in de wijk wonen bang voor. Er is maar één toegangsweg en daar komt voorlopig geen verandering in, bleek dinsdag tijdens een commissievergadering. Volgens de gemeente kost een mogelijke oplossing, een verbinding van de Laan van Nieuw-Groenhoven met Amstelwijk door een spoortunnel, ongeveer 15 miljoen euro. Of ze zoveel geld aan een oplossing willen besteden is nog onbekend en dan is een tunnel ook niet zomaar gerealiseerd. Dus moet er nu al wat gebeuren. Maar op de korte termijn wil de gemeente hier voor de verderop gelegen rotonde aan gaan leggen om het verkeer te laten doorstromen. Wij geloven daar niet in. Wij denken dat er andere dingen veel beter effect zullen hebben dan wat de gemeente nu voorstelt. En wat zijn de oplossingen volgens de bewoners hier in de wijk? Er zijn een paar oplossingen. Eén is om hier deze kruising aan één kant die blokken weg te halen en te zorgen dat de mensen wel de wijk in of uit kunnen rijden. Sluipverkeer blijft nog steeds niet mogelijk, maar wel de wijk in of uit. Het tweede is om verderop de voorrangssituatie te veranderen. Haai het aan de weg, rechts gaat voor en een kruis op de weg, zodat mensen niet de uitgang van de wijk blokkeren als de file op de N3 staat. En tot slot een extra rijstrook vanaf de Copernicusweg langs de Ventweg hier rechtstreeks de wijk in. De enige toegangsweg wordt bovendien nog drukker belast door bouwverkeer dat aan de parkrand in Wielwijk werkt. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Maar volgens Martens is het echte probleem dat de gemeente haar werk niet volledig doet. Nou, men onderzoekt steeds delen. De echte praktische oplossingen die de bewoners al een paar keer hebben aangedragen, die worden telkens maar niet onderzocht. Maar de commissie heeft de wethouder toch gevraagd om die zaken te onderzoeken en in de vergadering van 10 december op tafel te leggen. En we hopen dat daar iets uitkomt. Het voorstel wat het college nu heeft ingediend kost alleen maar een hoop geld en lost niks op.